Wist je dat je een extra beveiligingslaag kan toevoegen aan WhatsApp? Dat doe je door tweestapsverificatie toe te voegen. In deze video laat ik je zien hoe je dat doet. Met tweestapsverificatie voer je naast de code via sms ook nog een extra pincode in. De code via sms is relatief makkelijk te hacken en daarom is het echt aan te raden om op deze manier je account beter te beschermen. Het is ook nog eens super makkelijk. Open hiervoor WhatsApp en tik rechtsboven in de hoek op de drie puntjes. Kies instellingen en tik vervolgens op account. Hier vind je de optie verificatie in twee stappen. Tik op inschakelen. Nu kan je een zescijferige code invoeren. Daarna moet je hem nogmaals invoeren om er zeker van te zijn dat je hem goed hebt onthouden. Nu, iedere keer als je je telefoonnummer registreert bij WhatsApp, moet je de code invoeren. Je kan ook je e-mailadres invoeren om je wachtwoord te resetten als je deze bent vergeten. Het is dan natuurlijk wel aan te raden om ook je e-mailaccount goed te beveiligen. Vond je deze video leuk en wil je meer handige tips zien? Abonneer je dan op ons kanaal en like deze video.